Pieter Langerdijk, het is een moeilijke serie van Go Ahead Eagles. Het tijen moet gekeerd worden. Hebben jullie een beetje een idee hoe dat gedaan moet worden? Ja, je kan wel zeggen dat het geen leuke periode is. Als je de laatste 3 wedstrijden verliest, dan dat heb je gewoon, is gewoon echt kut. Het is gewoon een vervelende periode. En je merkt het wel aan iedereen dat het iedereen denkt er zo over. En, maar ja, het moet gewoon, het kan niet zo heel te doorgaan. Dus het tijen moet gewoon keren. En ik hoop dat het vrijdag gebeurt, morgen. Als je met je teamgenoten praat over de situatie, waar hebben jullie het dan over? Kunnen jullie de vinger erop leggen waarom het niet wil lukken de laatste week? Ja, als we dat konden, dan hadden we dat eerder gedaan en dan was het al eerder opgelost. Maar we weten het zelf ook niet. Ja, bijvoorbeeld zoals maandag zag je dat we gewoon wel met vertrouwen de wedstrijd begonnen. Maar als je daarna dan even niet loopt, dan zie je wel dat het vertrouwen snel weg hebt. En eigenlijk de enige manier om dat weer te herstellen is gewoon door een wedstrijd te winnen. Maakt niet uit hoe het dan gebeurt. Maar bijvoorbeeld als we maandag nou zo speelde en je wint dan toevallig met 1-0, met een gelukje zoals die bal van Sam die dan binnenvliegt. Ja, dat zijn manieren om het vertrouwen terug te krijgen. Het is hier de laatste weken onrustig. Supporters die voor de deur staan, een technisch manager die weggaat. Wat merken jullie daar als spelersgroep van? Kunnen jullie daarvan afsluiten? Je hoort die dingen en je leest ook die dingen. Alleen ja, wij kunnen er niet zoveel mee. We kunnen ons zich daar heel druk om maken, maar daar hebben we alleen maar onszelf mee. En, ja, natuurlijk is het vervelend als de supporters boos zijn en dat het niet loopt. Maar ja, dat zijn wij ook. En dat van Dennis, ja, dat is ook gewoon heel vervelend. En dat iedereen het liever anders had gezien. Dat we gewoon vanaf het begin van het seizoen alles hadden gewonnen. Maar ja, we moeten daar gewoon ons van afsluiten. Dat is eigenlijk het enige wat wij kunnen doen. Want zo'n Dennis Bekking, dat is denk ik ook de persoon die jou in eerste instantie misschien wel benaderd heeft om hier te komen voetballen. Ja, samen met de trainer Leon Flemmings. Ja, natuurlijk is het dan altijd vervelend dat Dat zo iemand dan weg moet of een andere functie krijgt. Alleen ik was goed met Dennis en ik vond het echt een hele goede vent. En hoe dat op mij overkwam was gewoon prima. Alleen wij kunnen het ook. Het is, als we alles hadden gewonnen, dan was het nu anders geweest. Maar het is helemaal niet zo. Voel je dan ook schuldig? Ja, schuldig is een groot woord. Maar uiteindelijk weet je wel dat als spelersgroep zijn wij er wel verantwoordelijk voor. Laatste week hebben jullie steeds met 2 spitsen gespeeld. Het ziet ernaar uit dat jullie nu een soort van 4-2-3-1 gaan spelen met jou aan de rechterkant. Zie je dat zitten? Ja, tuurlijk. Aan de rechterkant heb ik al eens een aantal keer gespeeld. Zat meer in de rol als buitenspeler, dus dat is wel goed. En ik hoop dat we met dit dan wel gaan winnen. Maar als ik het echt aan jou vraag, waar speel jij het liefst in het veld? Ja, dan is het linksbuiten. Alleen de rol die ik hier heb gespeeld, die bevalt me ook echt prima. Iedereen zegt altijd tegen mij, jij kan het niet leuk vinden. Maar ja, ik voelde me er echt goed en ik leerde veel en ik ben een completere speler geworden. Alleen als het elftal draait, denk ik dat dat ook echt een goede plek is voor mij. Alleen als het niet zo is, dan kom ik te veel in de verdedigende rol. Als jij het liefst linksbuiten speelt, dan heb ik wel goed nieuws voor je. Want de voorzitter heeft gezegd, er moet er rechtsbuiten bij. Dan kun je 4-3-3 spelen. Ja, ik had het ook gehoord dat de voorzitter had gezegd dat ze hem rechtsbuiten wilde halen. Alleen op dit moment, wij kunnen er niet zoveel mee. We moeten gewoon nog de wedstrijden tot de winst op moeten we gewoon winnen. En dat is het enige wat wij kunnen doen. Te beginnen tegen Den Bosch. Precies.